een speciale dag. Ja, je keek er al een tijdje naar uit dat die gepland stond. En uiteindelijk teken je contract. En ja, bij een fantastische mooie club, mooi stadion, mooie fans, mooi team denk ik. En dus voor mij ben ik heel blij voor vandaag. De eerste keer dat ik hier kwam was een bekerwedstrijd in de avond, op een woensdagavond. En ja, de fans, de sfeer is fantastisch hier. Ik denk dat Twente daar ook onbekend staat. Maar op mij was het een mooi vol stadion op een koude avond, maar met mooie, hele mooie fans. Ik heb Twente vanaf vorig jaar, ik zei, deed het ook al heel goed. En ja, dit jaar speel je er weer twee keer tegen. En Twente is gewoon een ontzettend goede ploeg. Dus als, als ik zaterdagavond of zondagmiddag voor de tv zit, vind ik het altijd leuk om Twente te kijken met de achterban erachter. En gewoon het spel van Twente is voetballen en ja, hoge intensiteit. En dat vind ik altijd leuk om te kijken. Je wordt hier door iedereen met open armen ontvangen. Dus het komt heel goed over. En voor mij is het gewoon een nieuwe situatie, maar een hele leuke situatie. Nu in de Eredivisie gaan spelen met Twente is voor mij een stap voorwaarts. Want je van KKD-niveau naar de Eredivisie-niveau gaat. Dus het is zeker een stap voorwaarts op wedstrijdgebied, dat gebied. En op trainingsgebied, ja, ik heb op het hoogste niveau getraind natuurlijk bij het eerste. Maar dat zal hier niks anders zijn dan een hoog niveau. Kun je zelfs omschrijven voor de mensen die je niet kennen, wat voor speler ben je? Een dynamische middenvelder zeg ik altijd. Heel veel loopvermogen, goede trap, links- en rechtsbenig. Kan assisten geven, kan scoren. Maar ja, kan ook in de eerste fase van de opbouw het spel verdelen en kan als verdedigende middenvelder spelen. Dus eigenlijk kan op alle drie de posities op het middenveld spelen. Ja, ik ben de laatste wedstrijd ook hier geweest bij Twente Ajax. En als je dan die sfeer proeft al op de tribune, dan zal je alleen maar als speler meer gepusht worden door de supporters met een geweldige sfeer om je heen. Dus kijk daar zeker naar uit. Er was nog meer interesse, vertelde je net. Waarom juist FC Twente? Vanaf moment 1 de warmte van de club. Het gevoel dat Jan Streuer en Arnold Brugging mij hebben gegeven. Ja, de club zelf, de fans, wat ik wil zeggen, de achterban is gewoon heel groot. En dat is altijd zo gebleven. En voor mij is het gevoel heel goed geweest. Ik heb echt een keuze op gevoel gemaakt, maar ook op het verhaal wat de club mij vertelt. En ja, daar heb ik bij FC Twente vanaf moment 1 al een heel goed gevoel bij gehad. Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen? Voor mezelf, ja. Je kan nooit zeggen hoe het loopt, maar ik hoop heel veel te gaan spelen. En belangrijk te zijn voor het elftal. Ik denk dat je in een heel draaiend elftal komt. En hopelijk gaan er niet veel gasten meer weg. Dus voor mij hoop ik heel veel minuten. En dat ik een stabiele factor kan worden in het elftal. Je vader is ook voetballer geweest. Iets bescheidener niveau, toch? Wat vindt hij van je keuze voor Twente? Die vond het ook een logische keuze, denk ik. Ja, natuurlijk praat je er veel over thuis, maar niet alleen met mijn vader, ook met mijn ouwe, met mijn moeder en mijn zus. En ja, dus uiteindelijk, vanaf moment 1, heeft hij ook gezegd van ja, het is jouw keuze, jij moet je gevoel volgen. Maar uiteindelijk is hij denk ik wel heel blij dat ik deze stap heb genomen, want hij voelt ook de warmte en de grootte van deze club. Getekend tot 2027? Ja. Stel je dient je contract uit en het is een succes. Wanneer ben je tevreden? Een stabiele factor in het elftal worden met goals, assisten, belangrijk zijn voor het elftal. En, dat hoop ik te worden in de komende jaren en te zijn. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, in een volle grosvest te staan met iedereen achter je. En gewoon de eerste training met iedereen te ontmoeten. En kijk gewoon met enorm veel plezier uit naar de seizoenstart.